Vorige week in Las Vegas won de wereldkampioen Wout van Aert. Hij staat daar iets links van het midden. In de regenboogtrui. Niemand dus in de wereldbekertrui, want de regenboogtrui gaat voor. Heel veel Belgen aan de start, heel veel Amerikanen en twee mannen vooral niet. We verlangen nu al naar de terugkeer van Mathieu van der Poel en van Lars van der Haar. Want Wout van Aert was veel te sterk van de week in Las Vegas bij de eerste wereldbeker van het seizoen. Dit is dus de tweede in Iowa. Het is hier veel drukker en kijk eens, modder in Amerika. En dat is uniek. Het heeft de hele week geregend in Iowa tegen Chicago aan. En ondanks de temperatuur die toch oploopt tot 30 graden Celsius, is het een moddercross. De eerste echte moddercross van het seizoen en dat ver weg over de oceaan. Kleine valpartij en de Belgen met Meeuwsen en Van Toerenhout direct het commando in de wedstrijd. Ja, geen Mathieu van der Poel, maar zijn rentrée komt eraan. Geopereerd aan beide knieën. En Van der Poel wil eigenlijk volgende week zijn rentrée maken. Lars van der Haar, terwijl het zoeken is naar de wereldkampioen, die rijdt daar in zevende positie. Van Aert, Lars van der Haar heeft deze week de training hervat. Lars van de hamstring, de crosstraining hervat moet ik zeggen, want dat is zeer belastend voor de hamstrings. En de duizenden hier in Iowa gaan er eens goed voor zitten. De ene Vlaming neemt over van de andere Vlaming. Hoog tempo en Wout van Aert mist de start een beetje, maar is berekenend, is zeer rustig. Zit daarachter na de eerste doorkomst. Die is voor Aerts met Van Toerenhout. Van Kessel zit daarbij. Die wel gestart, ook David van der Poel. Gestart en Thijs van Amerongen. Vorige week top 10 in Las Vegas. Hier de wereldkampioen en de zon schijnt de hele dag. De modder droog langzaam op, maar het is nog steeds veel zwaarder. En hier, hey, wat gebeurt hier? Defect bij de wereldkampioen. Die toch al in positie 6 lag. Maar kijk eens, hij blijft zeer kalm. En fixt het daar zelf. Van Toerenhout, Zweek, Meeuwsen, die mannen kijken om. Van Kessel hier. Ja, het is de vraag. Hebben ze het gezien? Hebben ze dit gezien? Iets tussen de ketting en de derailleur waarschijnlijk. Maar Van Aert laat zich niet gek maken. Echt niet. Die tijd is geweest. Vorige week werd hij 22e wereldkampioen. En de verschillen blijven klein. Snelheid 24 km per uur. En de hitte eist zijn tol. David van der Poel, 13e plaats in de wedstrijd. Rechts Michael van Toerenhout. Links gaan de mannen voor het nieuwe materiaal. Laurens Zweek met het nummer 4. Beetje brede schouders heeft hij. Altijd goed vertrokken. Van Toerenhout wat smaller. En daar Wout van Aert. Ook een nieuwe fiets. Af en toe op en af. Loopstroken. En zoals hier balken, kunstmatige hindernissen. En heel veel koeienbellen. In Amerika denken ze nou eenmaal dat het erbij hoort. De cross is voor hun een feest. Er is in tientallen categorieën gestart in Iowa. 35 tot 40 jaar, maar ook 55 tot 60 jaar. En ook een race, wie is er het mooiste verkleed? Dat is een beetje veldrijden in Amerika. En daar proberen ze langzaam wat aan te doen door de ene na de andere wereldbeker hier te organiseren. Voor het eerst in Iowa, maar Las Vegas stond al voor de tweede keer op de kalender. Ook vorig jaar won Wout van Aert. Ook toen, overigens, was Mathieu van der Poel er niet bij. Van Aert in achtervolging. Wat is er nog te halen? Nog veel. Hij schuift langzaam op naar voren. Van Toerenhout. Quinten Hermans. De zeer jonge Quinten Hermans in zijn wiel. En dan Zweek. Daar Van Aert. Links Kevin Pauls. Ja, ze nog altijd bij. 32 jaar, schuift ook langzaam op naar voren. Ploeggenoot van de man rechts. Michael van Toerenhout. Zweek kiest voor kleinere stapjes hier. De man met de rode helm.
Laurens Zweek. Misschien wordt het wel zijn seizoen. En daar, kijk eens, de grote passer van de wereldkampioen. Langzaam komt de wereldkampioen naar voren. Er is voor de mannen van het tweede plan misschien wel iets te halen vandaag. Geen Van der Haar, dat zei ik. Geen Mathieu van der Poel, maar natuurlijk ook geen Sven Nys. Het is het nieuwe veldrijden. Het Sven Nys-loze veldrijden. Nys is tegenwoordig manager. Is er niet meer bij. 40 jaar en vorig jaar gaf hij de eerste weken van het seizoen nog kleur. Sterker nog, stond in Las Vegas op het podium. En wist dat kunststukje te herhalen in Valkenburg later. Ook dit seizoen een wereldbeker in Valkenburg. Eind oktober, eind januari. De traditionele afsluiter in Hogerheide. De afsluiter van 9 wereldbekers dit seizoen. 2 meer dan vorig jaar. Goed nieuws. Laurens Zweek van Toerenhout naar de kop van de wedstrijd. Hermans is teruggevallen en kijk, daar is hij in 4e positie. In het wiel van Hermans, nu de wereldkampioen, Wout van Aert. Langzaam op weg naar meer. Corné van Kessel, 7e in de wedstrijd, beste Nederlander. Hier, de aanval van Zweek, vooraan. Van Toerenhout zakt er doorheen. Dat loopstuk weer, waar Van Aert goed is. Mooie lengte ook voor loopstukken. En deze man is geblokter. Moet het hebben van kracht. Normaal gesproken altijd goed weg in het eerste half uur. Maar moet dat bekopen, Zweek. Hij houdt het nu goed vol. Maar op de macht van Van Aert staat normaal gesproken geen maat. En iedereen weet dat. Kijk eens, het is best druk. En altijd maar weer die belletjes. Van Toerenhout probeert Van Aert nog bij te houden, dat lukt hem niet. Zweek bij de balken. En het is zo langzamerhand niet de vraag of, maar de vraag is wanneer komt de wereldkampioen bij de koploper in de wedstrijd? Want het verschil in tred is duidelijk zichtbaar. Bij de dappere Laurens Zweek gaat langzaam het licht uit. Kijk, dat hoofd is. Ja, het is 30 graden. Veldrijden bij 30 graden. Het kan. In Iowa. Bij Van Toerenhout is het beste er wel vanaf. Helemaal ontploft. Kijk. Staat geparkeerd. Pauls gaat er langs. Pauls de routinier. En daar gaat de wereldkampioen naar de kop van de wedstrijd. Deze week in Las Vegas. Van uitzonderlijke klasse. En ook nu naar de leiding. En op weg naar waarschijnlijk de tweede wereldbekerzege van het nog prille seizoen. Maar ja, materiaalpech kan zomaar. Het overkwam hem ook in Las Vegas. Maar ook toen kon hij het herstellen. Hij is gewoon de beste. Hij kan uitgedaagd worden door Mathieu van der Poel, dat weten we. Hij kan uitgedaagd worden door Lars van der Haar. Die bewees dat vorig jaar in Valkenburg en op het EK. Misschien Zweek, misschien een goede Van Toerenhout. En Pauls als hij zijn goede vorm van een aantal jaar geleden kan hervinden. Anders wint deze man alles. Wordt dit de nieuwe Sven Nys, de nieuwe kannibaal. Echt. En Pauls sluit hier aan bij Zweek. Gaat op het podium rijden. Deze drie heren gaan op het podium staan. En de vraag is, neemt Pauls genoegen met brons of wil hij meer? Sterk begin van het seizoen voor Wout van Aert, zeg. Ja, die won vorig jaar het eindklassement van de wereldbeker. Maar die won eigenlijk alleen maar de wedstrijd in Las Vegas. 20 zegens, maar het waren vooral andere wedstrijden. Waaronder natuurlijk de belangrijkste, het wereldkampioenschap op zolder. Voor eigen publiek troonde hij zich tot de beste van de wereld. Mathieu van der Poel won 4 wereldbekermansjes. Maar door die blessure vroeg in het seizoen was hij kansloos voor de eindzege. En de vraag is hoe dat gaat uitpakken als Van der Poel zijn rentree maakt. Hij is beter dan alles en iedereen vroeg in het seizoen. 4e zege en de 2e wereldbekerzege. En dat telt in dit prille seizoen voor Wout van Aert. En kijk eens, ook hij is diep gegaan hoor. Dik 30 graden, een verplaatsing van Las Vegas naar Iowa.
Het gaat de mannen niet in de koude kleren zitten. Ja, dat doe je niet even in een campertje, zoals in Vlaanderen. Tweede plaats, chapeau, Kevin Pauls. En dan krijgen we natuurlijk, maar ja, dat wisten we eigenlijk op voorhand, een Vlaams podium. En daar hoort hij bij. Sweek, Laurens Sweek, goed gedaan. Net als vorige week in Las Vegas. En dan gaan ze daarachter nog sprinten. Om de ereplaatsen. Iedere plaats stelt in het klassement van de wereldbeker. Moe gestreden, Corné van Kessel. Hij wordt de beste Nederlander op plaats 6. Van Amerongen wordt 16e. David van der Poel 21ste. 8 Belgen in de top 10. Dat weten we. De wereldbeker komt weer terug naar de lage landen. En hij was met afstand de beste. Daar staat het. Wout van Aert, 38 seconden. Kevin Pauls, dan Sweek. En heel veel Belgische vlaggetjes. Van Kessel en Stefan Haidt zijn de enige niet-Belgen in de top 10. Ja, tweede zege op een rij dus voor Van Aert bij de mannen. De Nederlandse Sophie de Boer kan hetzelfde doen bij de vrouwen. Zij won de eerste wereldbekerwedstrijd in Las Vegas en is er natuurlijk ook bij in Iowa. Sophie de Boer mag natuurlijk starten in de witte leiderstrui van de wereldbeker, maar die is veel te warm. En dus rijdt de Boer in haar eigen rood-witte shirt. En ze neemt brutaal de leiding bij de start van de wedstrijd. 30 graden in Iowa en daar is die leiderstrui niet op berekend. Die is berekend op Vlaamse en Hollandse winters. Direct na het vertrek valt de Boer terug in de wedstrijd. Catherine Compton, de Amerikaans kampioen en kijk eens, machtige pedaalslag, neemt de tempo over. Samen met Katharina Nash, de Tsjechische, twee dikke dertigers, de Française Manie en daar de Canadese Pendrell, brons in Rio op de mountainbike. Compton goed in vorm, kan tegen die hitte, traint veel in hitte en dat geldt ook voor Katharina Nash. En Sophie de Boer heeft het helemaal niet op warmte. Rijdt rond plaats 10 in de wedstrijd. Vooraan dan Nash en Compton. En hey, afgebroken derieur bij de Tsjechische. Die woont in Amerika en ook rijdt voor een Amerikaanse ploeg. Katharina Nash is heel ver van de materiaalpost en moet lopen. En de overwinning wordt Catherine Compton zo in de schoot geworpen. Lang geleden dat deze routinier een grote wedstrijd won. Maar ze wint vandaag voor Manie en Antono. Nash deelt high fives uit en wordt vierde. En ook voor de nummer 7, Sophie de Boer, staan de Amerikanen klaar voor een high five.